Even de broekriem aantrekken, ik had heel veel auto's de deur uitgedaan, ik hield... Heel veel auto's? <laughs> <laughs> het was niet eens een press. het was denk ik gewoon dat ik echt letterlijk gewoon mezelf een beetje verloor. Ik stond echt zeg maar dan in de charts op 1, 2 en 3. Ja. Maar dan was 2 was mijn eigen track en 1 was uh, met Chris Cross Amsterdam. Ja. Dus niet mijn eigen track, maar een featuring. Ja. Nou, daar zou ik nu fucking blij mee zijn. Maar toen dacht ik echt in mijn hoofd van, mijn eigen single staat niet op 1 sta ik er ook niet bij stil soms van hoe hard ik ren, ja. waardoor ik inderdaad eigenlijk na die periode ook wel tegen de muur aan ben gelopen. Zeg maar. Ja. maar moet je zo hard rennen om zo succesvol te kunnen worden? Had je zo succesvol kunnen zijn als je iets minder gas had gegeven? Ja, de schulden, bro. Wat voor schulden had je? Ik had een manager die had me opgelicht, die had mijn creditcard geplunderd. Ja, ze is fucking lief en ze, ja, weet je, het heeft ook wel een hoop voor me verpest wat betreft inderdaad smerige teksten, want het is gewoon ja. Ik heb gewoon een dochter nu. Hey, what up this game, man? Hey, Nando. Hey, what's up, yo? This is 50 Cent. Hey, this is Rihanna. Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up, TJ Cali? Hey, what's up, everybody? This is Jay Z. Nando leaks, okay? Fernando, X is in that station for a reason, baby. Right? Hey, okay? okay, okay. Nando leaks. Right? Hey, Real talk. Yo, hey, what up, it's your boy Fernando. Welkom bij een nieuwe podcast, Real Talk, de podcast over motivatie, groei, ontwikkeling. Je weet het, traditiegetrouw, like, subscribe. En we gaan het kanaal groter maken. Dit is de plek waar we de sterren sowieso spreken. Niet alleen sterren, ook mensen met een droom. Het begint al met een droom. Het wordt groter en groter en groter. Mijn gast vandaag in de building, die was een van de eerste gasten die ik interviewde tijdens mijn podcast. We go way, way, way back. We gaan verder terug dan Haarlijn van Nio. Hij is hier in de building, the one and only. Ja, je kent hem. Busy, my brother. Welkom yeah, in mijn podcast, man. Ja, good to be back. Het ziet er goed uit, man. Je like it? Eerste keer waren we bij mij in mijn studio die nu een soort van bijna niet meer gebruikt wordt, zeg maar. Ja. En nu, you made it, man. You made it, man. Yeah. Started from the bottom. Now we here. Now we here. Now we here. Open Ja, bro. Yeah. We hebben gewoon alles, man. Ik weet nog de vorige keer was bij jou thuis en zag je al die die en aan de muren. Ja. Ik vond het wel. Ik vond het eigenlijk nog intiemer eigenlijk, want in, in die reeks nam je me echt mee naar je huis. Het was, het was om een paar redenen wel heel chill. Gratis parkeren. Ja. Ik kon met mijn pantoffels in dit interview gaan. Ja. En, uh, en het was uh, ja, wel safe, safe zo. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier wel uh, voel me hier chill, man. Ik ben, ja. uh, ik ben blij voor je. Dit is een mooie ontwikkeling. Ja, mooi, man. Gewoon beeld build, in stuff. Snap je? We gaan het vandaag hebben over uh, vaderschap. We gaan het hebben over juist ja, yes, ondernemen. Want je hebt, ik denk dat veel mensen niet beseffen. Hoe grote dingen je eigenlijk hebt opgezet. We zien wel stukjes van je huis in het buitenland of je huizen in het buitenland. Maar ik vind het ook belangrijk om mensen zeg maar, naar het pad en ontwikkeling te laten zien die je hebt moeten meemaken. Want je hebt heel veel highs en lows meegemaakt. Ja, man. Depressies ja. gehad. Alles. Jezelf opnieuw weer uitgevonden, vaardig geworden. Snap je? Dus dat zijn er heel veel, heel veel voor busy. Ja. Maar de allerbelangrijkste vraag die ik altijd stel aan mijn gasten is van hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met Leo? Nou, het gaat wel lekker, man. Ik ja. zeg je eerlijk, ik zit nu wel goed in de wedstrijd. Sowieso. Uh, ja, ik ben blest. Mijn dochtertje is echt uh, eergisteren één een geworden. Gefeliciteerd, man. Nou, sowieso. Uh, mijn zoontje is zeven, uh, doet het goed op school en uh, is een lief, uh, lief mens, weet je. Heeft zijn hart op de goede plek. Lieve vrouw. Dus dat is voor mij de basis en daar gaat het goed. En uh, ja, muziekwijs ook wel lekker, man. We staan, ja. we staan weer in de charts, dus dat voelt ook wel echt goed. Uh, album is klaar. Dus ja, ik heb een hoop dingen kunnen afkruisen eigenlijk al. Uh, terwijl we nog eens begonnen zijn aan de zomer ja. voor dit jaar. Dus uh, ja, ik voel me goed man. Mooi man, mooi. Ja. En, en, en wat je ook zei: op een gegeven moment merkte ik ook zeg maar, de afgelopen jaren dat je steeds meer terugging naar de basis. Dus er was een periode. Toen ik jou interviewde in de, in de eerste podcast, toen toen was je zeg maar in die snelterrein. Toen had je ja, ja, ja. al die hits. En je was like. Wow, man, je ja, ja, ja. was, was on fire. Charts, was je op een gegeven moment onveilig ja. het maken en zo. Maar op een gegeven moment lijkt het alsof je de, alsof, we, alsof we een tweede busy hebben kunnen leren kennen nu. Ja, man, zo voelt het ook wel. Kijk, je wordt natuurlijk sowieso ouder, uh, daarbij ook gewoon een bepaalde rust. Ik was heel hongerig, eigenlijk tijdens het vorige interview, omdat ik toen net was gestopt met Yellow Claw. En uh, Gestopt op een moment uh, financially was dat een super groot risico, zeg maar. Kijk, weet je, kan veel geld hebben, maar als je stopt met inkomen genereren, dan gaat dat ook snel op. Ja. Dus uh, voor mij was dat echt uh, even de broekriem aantrekken. Ik had heel veel auto's de deur uit gedaan. Ik, jod... Heel veel auto's. <laughs> heel veel, maar... nee, ik, had, ik, ik had echt heel veel auto's op dat moment en uh, ik heb ze allemaal de deur uit gedaan. Ik had een uh, tweedehands Ranger over gekocht waar ik gewoon mijn shows mee dan kon doen als Busy. Ja. En uh, het was voor mij gewoon van opnieuw weer bouwen en gewoon even de broekriem aan en niet gek doen. Geen gekke sprongen maken. want ik voelde me wel verantwoordelijk voor mijn gezin en ook. Uh, ja, kijk, ik had dat besluit genomen van, ik stond met Yellow Claw. Dus ik heb eigenlijk ook het besluit genomen voor mijn gezin van een bepaalde uh, zekerheid die ik had, uh, ja. financially, ook voor hun eigenlijk. Ja, ja daar, daar bracht ik een beetje, gooi ik route in het eten, snap je? Dus op het moment dat ik ervoor koos om dan um, solo te gaan, dacht ik van, alles gaat even op slot en ik ga grijnen, grijnen, grijnen om eigenlijk het risico te minimaliseren dat die cashflow zou stoppen. Was je er ooit bang voor? Ja, tuurlijk. Ik was daar heel bang voor. En uh, het is ook gelukkig gelukt dat het gewoon echt... Ik had een gigantische goede start eigenlijk gelijk. Ja. Het was ook wel op het mooiste moment. Want ja, je ziet het nu een beetje verschuiven. Hè. Tegenwoordig zie je ziet meer uh, Suzanne en Freek. En uh, dat soort uh, types. Terwijl in die tijd dat Busy begon solo... Ja, was het Broederliefde, New Wave, uh, Ronnie. Je weet het, toch? Ja. Het was alleen maar dat. Eigenlijk ja. was ze echt niet... Dus ik denk dat snelle een beetje die deur heeft geopend naar uh, dat het wat meer hulmpapa uh, werd, zeg maar. Uh, maar dat was een andere tijd en uh, dat was voor mij heel fijn, want ik kon gelijk doorrammen. En ik was ook op dat moment super hongerig in de zin van uh, bang bijna. Van hé, hey, uh, als ik nu uh, achterover ga leunen, dan... Kan het maar zo allemaal weg zijn. En dan is het besluit wat ik heb genomen uh, om te stoppen bij Yellow Claw... op zich emotioneel wel goed geweest. Ja. Maar dan financially wel heel erg uh, fucked up. Waardoor ik dan uh, niet alles kon bieden voor mijn gezin, voor mijn kinderen... in de toekomst wat ik wel voor ogen had dat ik graag aan ze wilde geven. Ja, want er is ook heel veel pressure. Hè? Want ik denk niet dat veel mensen beseffen van... want je noemt heel veel dingen, zorgen voor je gezin... Wat jou heel mannelijk maakt. Ik vind het heel bijzonder als je. Ik vind het verantwoordelijk. Maar het is ook best wel een last, zeg maar. Een pressure op je schouders. Want zoveel mensen, hun leven is afhankelijk van jouw wel of niet slagen. Of het feit Ik zie het niet als een pressure. Ik zie het meer als een plicht. Mm -hmm. uh, dus het is voor mij wel een soort van. bijna um, instinctief dat het er gewoon in zit. En dat het gewoon heel natural voelt. Van oké, okay, dit moet gewoon gebeuren. Yeah. Alleen dat is ook alweer een valkuil. Omdat het zo natural gebeurt. Sta ik er ook niet bij stil soms voor hoe hard ik ren. Ja. Waardoor ik inderdaad eigenlijk na die periode ook wel tegen de muur aan ben gelopen. Zeg maar. Ja. maar moet je zo hard rennen om zo succesvol te kunnen worden? Had je zo succesvol kunnen zijn als je iets minder gas had gegeven? Kijk, dat weet alleen God. Maar uh, als ik een heel eerlijk antwoord moet geven, denk ik wel dat het uh, um, nodig was uh, voor, uh, voor hoe ik, ik ga. Ik ga zeg maar. All or nothing, zeg ja, ja. maar. En het was gewoon een startmoment van een onderneming eigenlijk. Zo bekijk ik het. Busy was solo, uh, bestond nog niet. Ja. Dus dat was gewoon een onderneming die ik moest starten. En dan moet je gewoon ja, ha, snel optrekken, zeg maar. Ja. Dus gas geven en... Uh, uh, ja, ik weet niet hoe het anders was gelopen. Maar het voelde wel gewoon... Ik wilde gewoon niks aan het toeval overlaten. Dus ik ging gewoon, ik ging gewoon, ik ging gewoon... Ja. En elke opportunity pakte ik. En ik zag er ook heel veel. Dus ik pakte heel veel. En uh, ik had een hele grote hooi uh, vork. Uh, uiteindelijk uh, was het toch te veel. Maar uh, ja, het is ook wel een mooie tijd geweest, zeg maar. Het is niet alleen maar dat ik tegen de muur aan ben gelopen. Echt alles wat daarvoor kwam. En mensen die me geholpen hebben. en Ja, gewoon. Ik vond sowieso dat het een hele vette periode. Omdat ik kende het al wel van Engeland. Omdat ik internationaal al veel was. Keek ik vaak naar Engeland. Dacht ik van, wauw, daar is gewoon... Hiphop en grime en, 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 en uh, drill later. Het uh, is echt mainstream, weet je wel. Ja. Dat hoor je gewoon op de radio. Maar ja. dat was eigenlijk voor die periode niet. Dus toen ik terugkwam van Amerika naar Nederland... en in één keer zag van... Yo, het is gewoon een album van broederliefdes... dat de hele het op één. Uh, de hele chart zit er vol met rappers. Ja, ja ik vond het keihard. Dus ik, ik, ik vond het een hele inspirerende periode... waardoor het ook wel voor een hele lange periode... heel makkelijk was om zo hard te rennen. Zo. Ja, maar had je ook gelijk jouw sound in gedachten voor jouw nieuwe onderneming. Slijf ja busy. man, ja man. Ik wist je ja. al gelijk wat ik je wilde. Ik wist doelde? direct, ik wist direct. Ik heb wel bijgeschaafd, maar ik toerde natuurlijk over de hele wereld en ik heb gewoon geluisterd van, oké, okay, daar ben ik geweest, daar ben ik geweest. En ik ging altijd wel vaak uh, met locals kijken naar uh, gewoon echt wat er op de straten gebeurde. Dus ik vond het ook wel vet om, bijvoorbeeld in, uh, ja, ik was natuurlijk een uh, Lil Wayne-fan, ben ik altijd wel geweest. Dus dan ja. kom je in New Orleans, dan wil je wel gewoon echt naar die ghettos waar hij vandaan komt, zeg ja. maar. Maar zo kwam ik overal en ook in Brazilië, ook in Zuid-Amerika en dan vang je die muziekstijl op en ik merkte gewoon dat ik de Braziliaanse muziekstijl heel hard vond. Die baile funk, uh, waar je Tjallas uh, ja. met Mula en Louis uh, van kan kennen. En ja, het reggaeton bleef heel erg hangen. Dus het Zuid-Amerikaanse, kijk Suriname, dat, dat, is, dat is zeg maar een van mijn twee uh, wortels zeg maar. Ja, ja. Dat is natuurlijk al de lichtere Zuid-Amerika. Dus het is een soort van natural. Maar echt dat reggaeton, dat voelde ik wel echt man. Ja. En gewoon die vieze bobbeling van. Uh... Dat heb je echt neergezet in Nederland. Ja dat, man. Ja, op een gegeven moment, ja. als, als mensen wisten van oké, okay, wat een vieze soort dance, zeg maar, schud je billen, shake. Ja, 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 ja. dan moet je busy bellen. Dat, <laughs> dan, dan, dan had je wel busy nodig, zeg maar. Ja. En, uh, uh, ja, dat, dat was ook wel uh, een hele fijne tijd. En, uh, en, en dat paste heel dicht bij mij. Dat zat heel dicht bij me. Ja. Eigenlijk nog dichterbij als wat ik met Yellow Claw maakte. Dus het voelde super goed en ik kon heel snel uh, bewegen. Ik maakte toen in die tijd eigenlijk al muziek met, met Jan Felix. Uh, voor Yellow Claw, ja. zeg maar. Dat weten misschien niet veel mensen, maar wij waren al een soort van. Als je Yellow Claw hoorde, wat uit mijn studio kwam, was het vaak met Jan Felix. Dus het ging heel natural dat we ons gingen verdiepen in die sound en uh, ja Remix was eigenlijk toen de tijd daarvoor mijn engineer en begon al te uh, produceren voor Kevin en shit ja. en die had ik ook gewoon gelijk gebeld van yo laten we poko's maken man Het waren je go-to guys van laten wij ja, een sound man. creëren het was echt het begon echt voor mij met met, met Young Felix en, ja. uh, en Remix bijzonder want ik weet nog ik kan me nog herinneren ook nog dat voordat je doorbrak met Yellow Claw toen zaten jullie bij mij in, in de radio show en ik weet dat jullie aan het vertellen waren, ja, we gaan dit doen, we gaan zus doen, da, da, hey, dat, dat, dat. En after that, poef. Ja, en man. Ik, ja, en ik vond het ook wel crazy, want zeg maar, toen jij weer solo ging, toen kwam je ook weer bij mij in de show. dan vond ik ook wel zo'n soort, soort, ja, zo'n soort the circle complete again. Yeah, en toen yeah, vertelde ik yeah. van, ja, ik ben klaar met Yellow Claw, ik wil nu mijn eigen ding doen. En toen dacht ik, maar wacht even, deze keel, deze guy heeft zo hard met Yellow Claw, en vervolgens gaat hij als solo-artiest ook weer hard vlammen. Had je dat wel doen? Want je was, zat in een soort burn-out, depressie, in de ja. tijd van Yellow Claw. Ik heb, volgens... ik, heb, ik heb vaker depressies gehad. Of eigenlijk twee. Uh, waarvan ik echt gewoon een soort van obviously weet van ja, dat waren wel echt depressies. En de eerste die was tijdens het touren met, ja. uh, met Yellow Claw. En kijk, je moet je voorstellen: het is natuurlijk, je kan nu denken van uh, ja, wat hebben die artiesten zwaar, dit, dat, bla bla. Maar ik, ik, ik ervaar het gewoon zo. Ik was de hele dag in het vliegtuig, de hele dag in een hotel, de hele dag uh, op pad eigenlijk. Nooit echt een. Een soort van stevige fundering onder me. Ja. Constant aan het bewegen. Over waar ik kwam waren fans of organisatoren. Iedereen zat in je kont. Dus je krijgt ook niet. Je hebt ook niet echt echte conversaties. Ja. Nou ja, je bent met z'n drieën. Yellow Club stond toen uit drie met mij erbij. En ja, tijdje ben je ook wel uitgesproken. Dus het gaat bijna alleen maar over zaken. Ja. Uh, je bent moe. Je slaapt weinig. Ja, dat ging voor mij gewoon echt wel aan mijn vreten En na een tijdje, na drie jaar eigenlijk fully in Amerika te zijn. En dan Azië, Australië, weet ik het allemaal waar we waren. Um, ja, klapte ik gewoon helemaal dicht. En uh, vertelde ik niemand hoe ik me voelde. En ik bleef op hotelkamers chillen. Ik smokte alleen maar. En uh, ja, toen ging het gewoon zo fucked up. En ik dacht eigenlijk dat het medicijn zijn daartegen was... door gewoon te stoppen met Yellow Claw. Dus toen stopte ik... En ik voelde me eigenlijk op dat moment gelijk een soort van verlost en, en, en beter. Uh, later kwam ik erachter dat dat misschien niet de beste, niet de remedie was om je goed te voelen, maar dat was in ieder geval een, een kort, kort, uh, korte termijn was dat een goede oplossing, ja. Ja. En heb je, want, want op een gegeven moment werd je heel succesvol ook weer met je nieuwe onderneming, busy, de solo artist, ja, man. grote show en afwas live, ja, uh, toeren, van alles en nog wat doen. Maar op een gegeven moment, weer die pressure. Die pressure komt weer terug. Ja, het was niet eens een pressure. Het was denk ik gewoon dat ik echt letterlijk gewoon mezelf een beetje verloor. Zeg maar. uh, ik stond echt zeg maar, dan in de charts op 1, 2 en 3. Ja. Maar dan was 2 was mijn eigen track. En 1 was uh, met Chris Cross Amsterdam. Ja. Dus niet mijn eigen track, maar een featuring. Ja. Nou, daar zou ik nu fucking blij mee zijn. Maar toen dacht ik echt in mijn hoofd van... Mijn eigen single staat niet op 1. Echt? Dus daarvan... Ik dacht echt, het gaat slecht. Ik dacht echt, het gaat slecht, weet je wel. Omdat mijn hersenen zo'n druk op zich hadden, zeg maar. Uh, had ik niet echt meer een realistische... als ik best wel vol met waanideeën in mijn hoofd. Dus, dus de, de lat die ik legde was echt een soort van onhaalbaar hoog. Ja. Dus daardoor bleef ik ook alleen maar werken. Terwijl, wat, hoe ging ik het beter doen? Ik stond op, op 1, 2, en drie. Maar ik was gewoon boos dat mijn tune niet op één stond. Maar de featuring op één. Ja. Terwijl, was die featuring er niet, dan had ik op één gestaan. Dus het was natuurlijk gewoon hartstikke goed. Maar op dat moment was ik gewoon uh, alleen maar bezig met van... het moet altijd de beste zijn, altijd het sixte. En uh, dat is heel, heel ongezond. Is het en iets dat, van jezelf of iets wat is ontstaan... Door middel van je positie die je behaalt in het leven. Uh, nee, ik denk dat het gewoon in me zit, man. Ik ben ook uh, daarna wel echt een soort van wat rustiger gaan chillen. Ja. Uh, eigenlijk net voor de corona heb ik echt de handdoek in erin gegooid dat ik echt van ja, oké, okay, ja, fuck deze shit. Ik ben echt de depressief, zeg maar. Ja. Ik heb in andere interviews er ook best wel veel over gelaten. Dus ik wil er ook niet te diep in gaan. Maar uh, dat was zeg maar uh, eind 2019 dat ik met kerst uh, echt een soort van instortte. Echt gewoon. Uh, ik moe even zei van jou, dit moet echt anders, weet je wel. ja Maar mooi dat je dit met haar kon bespreken. Want heel vaak. Ik ben blij dat ik het met haar kon bespreken. Ja. Want ik was wel echt een, een klootzak die tijd. Ook de mensen om mij heen. Ik ben een soort van echt heel veel mensen verloren. Ook omdat ik gewoon een soort van uh, onmogelijk persoon was geworden om mee te chillen. Ja. Ik was echt letterlijk gewoon. Het was me, me, me en nog meer me, zeg maar. En, uh, en niet eens omdat ik mezelf zo belangrijk vond, maar omdat ik gewoon. Of het was niet eens me, het was Busy, zeg maar. Omdat ik eigenlijk... Ik vond Busy gewoon een hele goede afleidingsmanoeuvre van... What's really going on, weet je ja. wel? En ik smokte gewoon echt de klok rond. Dus ik was ook gewoon nooit eigenlijk een moment nuchter. Dus ik kon mij gewoon heel erg verstoppen in het, in het, in het werk. Ja. En, en dat uitte zich in dat ik het gewoon... Nou ja, als jij 24-7 eigenlijk met je werk bezig bent... En je ziet andere mensen dat minder doen... Dan denk je van... ja, Hoe kan het dat ik dan niet de beste ben, weet je wel? Terwijl ik was op dat moment gewoon... Uh, number wise, gewoon, nou ja, ik heb traag, ja. weet je. Die ja. heeft natuurlijk wel de beste cijfers van een Nederlandstalige talige. Ja. ja. Uh, en uh, ik stond in die charts gewoon hoog. Dus de realiteit had ik gewoon in oog kunnen kijken. Maar ik had, ik had gewoon, ja, weet je, smoken is echt chill. Ik ben een stoner in mijn hart. Maar ik moet wel tegen mensen zeggen van, als je denkt van hm, mijn ideeën kloppen niet helemaal met de werkelijkheid, dan wordt het risky, weet je. Ja. En dat was bij mij wel het geval. Dus toen ben ik gestopt. Ik heb de handdoek echt in de ring gegooid. Ik zei ook tegen mijn van... Uh, ja, ik ga mijn shows gewoon afzeggen, weet je wel. En uh, toen heb ik eigenlijk alles stilgezet. Oud en nieuw waren echt nog belangrijke shows. Maar toen heb ik echt mijn vader meegevraagd van... Joh, wil je niet gewoon meegaan naar de shows? Want ik voel me gewoon... Ik voel me echt fragiel. Ik voel me ja. echt fucked up gewoon. Ik, ja. ik, ik wil het niet. Ik wil gewoon... Ja, gewoon, nu klink ik echt als een kleine baby. Maar ik zei gewoon van... Ja, ik wil gewoon papa bij me hebben. Je weet toch? Een gewoon, soort man. van safe. Safe ik ja. gewoon. En... Uh, ja, die is meegegaan. Daarna ben ik eigenlijk gewoon gelijk challenge gaan naar Bali. En uh, ja, daar eigenlijk een soort van reset op gezet. En ook wat jij zegt van ik heb het gevoel dat er nu een andere busy zit. Of dat er een ja, soort van tweede ik heb je versie. Heb ik je ja, snap je? Dit is ook echt die tweede ja. versie van busy, zeg maar. Ja. Omdat daar ben ik gaan resetten. En uh, toen ben ik eigenlijk eerst gewoon aan Leo gaan werken. En aan, aan, aan uh, de man, uh, de vader, de zoon. En uh, ik zou zeggen de heilige geest. Maar <laughs> ik bedoel, meer in de context van. Uh, de vader die ik was op dat moment voor november. De man die ik was voor mijn vrouw. En de zoon die ik was voor mijn ouders, zeg maar. En de broer voor mijn zus. Daar ben ik echt aan gaan werken eerst. En uh, dat kostte gewoon veel tijd. Dat heeft echt wel een jaar, anderhalf geduurd. Om jezelf om. Ja, man. Ja, dus dat, dat is gewoon een proces dat duurt lang. Ik ben echt gestopt met smoken, heel bewust, weet je. Hoe moeilijk was dat? De... Want ik heb mensen om me heen die zeggen: het is bijna onmogelijk. Maar... Nee, het is niet onmogelijk. En uh, wat ik ook wil wel, wel, wel bij zeggen, wat nu klinkt heel hypocriet: ik heb, een, ik heb een, een app waarin je koffieshops kan vinden, het heet Greenmeister. <laughs> dus het, ik ben niet tegen smoken, maar ik ben wel bewust van het feit dat ik de ziekte van verslaving heb. Dus voor mij is het niet weggelegd. En. Um, uh, ik ben ermee gestopt op een hele bewuste manier. Dus ik heb mij gewoon. Uh, ik ben eerst naar Bali gegaan. Nou ja, Sowieso krijg je een soort van de doodstraf. Of je zit je hele leven lang in, in, in de gevangenis als je daar wordt geget met ja, top, uh, helemaal geen. Uh... Dus dat was op zich wel redelijk een redelijk ja. goede ja. stok. Achter <laughs> de... <laughs> Wil je stoppen? Ga ja. naar Bali. <laughs> oh. ja. Dus dat was wel een goede stok ja. achter de deur. Ja. En daarbij wilde ik het ook echt niet meer. Omdat ik ook inderdaad rondliep met. Gewoon baanidee, gewoon psychotische ja. vibes. gewoon. Snap je? Dat dus mensen, ik, ja, maar... Het is ook dark, snap je? Dus ja. ik was er ook echt bang voor. En ik wilde me ook echt niet meer zo voelen. Dus uh, Plus ik wilde mijn gezin niet kwijtraken. Ja. Uh, dacht je dat het misschien ooit. Had... Ja, ik dacht wel dat dat ging gebeuren. Okay. Dus ik uh, had daar echt alles voor over om. om, om het was voor mij echt wel een, 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 een crossroad, weet je wel. Het was echt gewoon van of ik kap er helemaal mee. Of ik kijk het leven in de ogen en. Uh, uh, ja, toen ben ik naar een kliniek gegaan uh, toen we weer terugkwamen uit Bali. Uh, daar heb ik uit een andere podcast, Reda, uh, ja. die met uh, uh, Najib Amali ja, ja. die uh, podcast heeft. Dat is Zouden mijn sponsor ook. Ja, oh, die sponsor je? Ja, okay. en uh, die heb ik toen ontmoet in de kliniek. die was, hij, hij was daar een, een begeleider en uh, ik kon met hem gewoon heel goed uh, praten. En hij had ook qua achtergrond anders, maar ook wel heel veel uh, overeenkomsten met ja. die van mij, zeg maar. Ja. Dus hij begreep ook waar ik vandaan kwam en... Uh, ja, die man en, en het, en, en het, en het um, uh, 12-step-programma heb ik gedaan. En dat kan ik echt iedereen aanraden, of je nou niet, ofwel uh, drugsverslaafd bent of whatever. Het is gewoon een moreel inventaris. Dus je gaat gewoon opschrijven van, met die heb ik uh, verrok, met die heb ik, aan die heb ik nog een hekel op, die ben ik boos. En dan ga je dus opschrijven niet van, want um, die had dat gedaan. Nee, dan wat was mijn rol? Wat heb ah, ja. ik gedaan? Heel dat is belangrijk. fucking mooi, want dan zie je gewoon eigenlijk een, een, een ding terugkomen. Bij iedereen waarmee je gebroken bent of waar je boos op bent, ja. heb je eigenlijk dezelfde shit uitgesproken, weet je wel? En dan kan je echt aan jezelf gaan werken. En dat heb ik gedaan. Dus dan wordt eigenlijk het niet smoken niet eens meer de hoofdzaken. Je gaat echt terug naar de basis en naar de kern en naar uh, jezelf. En ik heb mijn armen, kijk, ik ben uh, katholiek opgevoed, maar ik ben heel lang uh, daar echt totaal niet mee bezig geweest. En. Uh, op die manier nog steeds niet. Maar ik heb wel echt mijn deuren geopend voor God. En uh, de angsten... We... Omdat je er meer... Nou, ik was wel echt van... Uh, wat ik zeg, weet je. De eerste versie van Busy, die, die ging maar door, 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 door. En ook, ik wilde niks aan toeval overlaten. Alles wilde ik controleren, manipuleren en zorgen dat het lukte, weet je wel. Ja. En nu durf ik wel af en toe gewoon te denken van... Ja, hey, Weet je, ik laat het nu in Gods handen. Ik laat het even los. Mooi. Het is... Het, is uh, het voelt te geforceerd als dit nu echt zo door moet gaan... In Gods handen, man. Ja. En dat vind ik wel. Dat, dat was voor mij wel een heel bijzonder moment. Want ik heb echt twee weken geleden een, een release party gehouden. En ja, zoveel dingen zijn natuurlijk te controleren en zoveel dingen niet. En uh, net voordat ik opging, we gingen optreden in een kas. Ja. En in mijn hoofd was het decor de, de sunset, zeg maar. Ja. ja, dat is natuurlijk. Ja. Dat kan je niet bestellen of zo. Ja. Dus echt net voordat ik openging, toen keek ik naar die achtergrond. Het was insane. Het was echt paars-oranje roze... Uh, zeg maar je mooiste sunset die je kan yeah. wishen was het. Het, yes. was niet, het was niet toevallig droog. Het was insane mooi. Yeah. En toen zei ik ook tegen de band, tegen de fan van... Guys, weet je... God is vanavond met ons, man. Hij, hij, hij komt ook kijken nu hoe het wow. met me gaat. Gewoon, weet je toch? Dus... Ze in elkaar kijken. This guy is becoming religious. Is, uh... Nee, maar het ja. is niet, het is niet dat me ik... Me, ik uh, nee, ik vind er ook niks mis mee, maar ik heb wel mijn eigen... Een manier gevonden hoe dat comfortable is. Want ik ga zondag niet naar de kerk. Ja. Uh, ik durf ook uh, af en toe nog een beetje op het randje te komen qua teksten, weet je wel. Het is niet dat ik uh, bekeerd ben en een soort van een andere guy ben geworden. Het is gewoon meer dat ik, uh, ik durf gewoon nu wat vaker de teugels wat los te laten en het roer aan God te geven. Ja. En ik probeer niet alles alleen maar zelf te controleren. Dus het is gewoon echt in die zin een soort van vaderrol die God voor mij heeft. En dat is gewoon. Uh, Elke dag. Mooi. En niet uh, op zondag naar de kerk of tijdens het bidden. Het is gewoon altijd. Dat is wel mooi, hoor. Ja, zo mooi, man. Ja, zo voelt het voor mij. Voor mij voelt het gewoon als een higher power. En uh, ja. ik was altijd al heel bijgelovig. En ik vind ook bijvoorbeeld hoe de mensen op Bali naar de Goden kijken, zeg maar. Uh, en dat vind ik heel mooi. Dus ik vind het ook heel zonde om mij heel erg te binden aan één versie, omdat zo voelt het voor mij niet. Het voelt, zeg maar, als een energie en die uitzicht op, op verschillende plekken op de aarde op een andere manier. Ja, je weet gewoon dat er een. Er is een daar, is een, een. Ja, er is oh, gewoon een ja. higher power, gewoon. Ja, ja. Oh, oh, well, ik vind het wel mooi, want ik merk altijd als jij het over Bali hebt, zie ik altijd een soort glinstering in je ogen. Ja, bro. Je heel spiritueel, wat ik zeg. Het is merkbaar. Er is bro. iets in Bali, ik weet niet. Er is <laughs> iets in Bali, ja, maar happy ending, massa. Nee, ja. <laughs> nee, <laughs> is nee. Maar... Nee, maar Bali schijnt echt, zeg maar. Als ik jou spreek erover, en laatst als ik uh, Jerry van der Parske zeg: nou nog Bali is next level. Ik denk, wat is er met Bali aan de hand? Daar like, is waarschijnlijk rust, denk ik. Misschien een soort rust. Of een feit dat, dat je daar anoniem door het leven kan. Ik weet niet wat het is. Het maar... anoniem door het leven kunnen zeker. Maar het is ook gewoon. Het is wel echt een hele spirituele plek. En uh, ik moet zeggen dat ik echt, als ik nu dit interview tien jaar geleden van mezelf zou zien, zou ik mezelf echt uitlachen. Zou ik Waarom? zeggen: deze pussy, is een zwevende guy. Maar ik. Ik weet het niet, maar Het, is wel, echt. het ja. is wel echt. En het is natuurlijk ook gewoon heel arrogant om te denken dat wij de enige soort van energie zijn op aarde. Of ja. dat er, je weet dat er niks anders is. Of voor dat matter in ja. het universum of whatever. Maar ik vind het mooi om te zien die ontwikkeling. Want inderdaad, in de eerste aflevering van, 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 van Real Talk was de hele, je was dezelfde persoon. Maar ik kan, omdat ik jou in alle fases heb gekend, ik heb jou in de tijd ook gekend. Dat je met Don Diablo ook, nee, zeg maar gewoon, nee, al steeds dingen, nee, Dat weten te veel mensen misschien niet. Nee. Maar in, Je hebt ook met Don Diablo ook, waren die nou een duo of was je gewoon vaak Nee, ik, mee? ik maakte muziek met Don en ja. op een bepaald punt werden een paar pokoes die gingen wel lid en toen zei hij gewoon van ga gewoon mee. Ja. En toen ben ik gewoon meegegaan en in het begin ging ik echt gewoon mee, letterlijk gratis, gewoon om ervaring op te doen, podiumervaring. Ja. En toen later toen. Uh, uh, werd het dan een beetje awkward... dat hij zoveel shows deed en ik hem maar mee. Dus toen kreeg ik ook een beetje doekoe voor. Ja. Maar niks, niks benoemswaardig. Het was echt vooral gewoon... wat ik van hem kon leren als producer. Uh, de mindset die hij had. En uh, de manier van performance. Daar heb ik heel veel van geleerd. En dat is eigenlijk veel meer waard... dan ja. uh, dat je twee barkie, drie barkie ja. krijgt uh, voor een showtje. Maar ik, ik vind het bijzonder omdat... wat ik ook altijd wil laten zien in die podcast is... dat mensen zien jou succesvol zijn... maar beseffen niet hoeveel meters je moet moeten maken om te komen waar je bent. Want mensen denken van, oh ja, maar hij heeft alleen geluk. Maar het is niet alleen geluk. Kijk, op sommige momenten moet je geluk hebben met timing, dat het zeg maar net goed valt wat je hebt bedacht in je hoofd. Want dat is muziek ja. ook. Je kan iets bedenken. Om een release party hadden we geluk. Ja. <laughs> maar en uh, um, sowieso, um, uh, het was een release party van mijn nieuwe album voor Juno. Gaat allemaal checken. Het is een heel eerlijk album. Daar leg ik trouwens ook wat ik net zei over depressie en het vinden van God staat op één nummer. Uh, Rolling Stone heet die dus ga dat sowieso checken, maar um, nee, ik, ik ben wel van het ondernemen en ik geloof dat mensen die zeggen van ja hij heeft geluk, dat is al heel snel een soort van hoe zeg je dat? Uh, Dan hoef geen moeite. Dan neem je een, ja. neem je een rol aan. Uh, ja. Hoe heet dat? Uh, slachtofferrol, zeg ja. maar. Van ja, hij heeft geluk. Dus ik ik denk altijd gewoon van nee, geluk geluk bestaat zeker wel, maar. Uh, ik denk ook dat mensen onderschatten hoe hard er gewerkt wordt in ja. Nederland ook aan, uh, aan dingen. En ik heb bijvoorbeeld gisteren ook weer die uh, documentaire van McGregor gekeken. Zo en vet. Daar herken ik ook wel gewoon uh, dingen van mezelf. En, en dan kijk ik ook weer tegen hem op. Dan denk ik van Wat zie je in McGregor dat je hem jezelf herkent dan? Nou, de, 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 de twee werelden. Hij is ook echt een papa, weet je. Hij ja. is echt met zijn kids en zijn fam. En uh, het is heel belangrijk voor hem. En ik merk ook dat hij... Uh, Eigenlijk niet meer om het geld doet, maar uh, echt om um, ja, de sport. Ja. Gewoon de, de, de legacy. Ja. Um, en uh, hij is ook wel. Um, eigenlijk gaat hij ook ondergaat hij ook veranderingen, zeg ja, maar. Zo ja, 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 bedoel je. Man. ziet hem ja. ook echt, je ziet hem ook echt volwassenen worden. En je ziet hem gewoon, hij geeft alles, zeg maar. Ja. Hij is ook alleen maar bezig met beter worden en uh, hij kan het zichzelf ook goed verkopen. En dat is gewoon vet, weet je wel. Want je ziet gewoon dat hij bij elke persfoto die doet... Ja, dit is de beste vorm die ik ooit heb gehad, <laughs> weet je wel, zegt hij. En dat is gewoon grappig en dat is gewoon vet. En dat werkt ook gewoon om jezelf gewoon aan te moedigen. Want je moet, jezelf, je, moet je eigen grootste fan zijn. En dat ja. herken ik. Maar ik moet wel zeggen dat... Voordat mensen nu in de comments duiken en zeggen van ja, maar bro, mijn cracker, uh, Ja, ik ben daar nog lang niet. Deze man is wel echt op een ander level bezig. Maar ik herken wel dingen. En het inspireert me ook weer. En ik voel me ook weer klein als ik sommige dingen zie. En dan kriebelt het het ook. Dan denk ik ook weer van ja, ik wil ook nog harder gaan, eigenlijk. Maar dan denk ik ook bij mezelf van ja, maar tuurlijk, weet je, 100 miljoen is sick. Maar. Come maar on, dat yeah, but, uh... het meer van dat je denkt van, ik word nog groter dan ik nou maar vooral als ik echt heel specifiek moet zijn is op een bepaald moment dat hij dan zeg maar dat was dan zo dat, 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 dat Fight Island was er toen in Abu Dhabi ja, ja. en dan gaat hij van Dubai naar Abu Dhabi op echt een jacht echt een groot jacht. en dan ja. denk ik wel van ja eigenlijk wil ik ook wel een keer naar Monaco of zo dat ik echt zo'n jacht heb ja. en dat het niet toevallig is omdat ik die of die ken nee dat ik gewoon daar met mijn gezin chill ja. Dat zou ik wel hard vinden, gewoon om af te kunnen kruisen. Ja. Maar ja, ja is, is, is het meer, ik vind het ook interessant, want is het meer zeg maar je ego, of is het meer zeg maar een soort jongensdroom? Want jij ja, hebt ook vaak je jongensdroom, die ook zo'n beeld had van: ik moet die vette auto hebben, ik moet dit hebben, heb je allemaal geregeld en gefixt? Nee, het is denk ik, kijk, ik, mensen zullen wel denken: deze man heeft een een grote ego. Aan de andere kant kan ik ook wel makkelijk mijn ego aan de kant zetten. Ik durf ook wel een rare pruik op te zetten in een clip. En dan weet ik dat ik er echt fucking lelijk uitzien. Maar ik vind het dan gewoon het vetst voor het product, zeg maar. Ja. Uh, het is meer dat ik gewoon denk van... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een oprechte, misschien een kinderlijke versie van... Ja, dat wil ik ook. Ja. Maar dan heb ik ook zoiets van... Dat wil ik gewoon ook omdat het er gewoon fucking leuk uitziet. Ja. Dus het houdt ook daarop. Het is niet dat ik dan... Ik zou het sowieso gewoon willen. Het ging maar, gaat mij niet om die story die ik dan ja. kan posten. Ik zou ja. dat net zo leuk vinden als ik. Het lijkt me gewoon koude hart om gewoon met mijn matties, met mijn gezin. Ja, toch? Op zo'n dek te staan. Die larger than life ja. is. Met een jacuzzi op het dak. En dan gewoon de barbecue op Monaco in die haven gewoon ja. chill. Het lijkt me gewoon fucking grappig. En, het lijkt me en ik heb graag. het nog niet meegemaakt. Ik ja. heb veel meegemaakt. Dus dat, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus dat, daarom triggert het mij of zo. Wat is dat maar, op je, op je, op je bakken? Want je zegt, je hebt veel gedaan. Is het one of the things on een bucket list? Want ja, financieel zijn je net. Je hoeft, je, je hoeft eigenlijk voor money geen muziek meer te maken. Nee. Je hebt het zo nee. goed gefixt. Nee, ik denk wel dat er nog wel meer valt te halen. Dus dat doe ik dan ook. Ja. En dat vind ik ook leuk. Want zolang ja. ik een lol in heb, blijf ik dat doen. Ja. En ik vind het ook gewoon nog steeds heel vet om marketing trucjes uit te halen. Of gewoon hele, di hele, hele vette dingen neer te zetten. Zoals. Nou ja, ik zeg het nu heel vaak, maar ik ben er gewoon heel trots op. Ik vond mijn release party echt koude hard. Ja. Dus dat. Um, uh, was voor mij echt een ding dat ik denk van... ja, dan haal ik zoveel voldoening uit. Dan vind ik het werken echt heel leuk. Uh, maar het is niet dat het nu uh, heel belangrijk is... Wat, wat er financieel echt gebeurt of zo. Ja, want ik weet Omdat... dat in het begin was je aan het stressen van... Ooit Gaat het op of komt niks meer binnen? Ja, Wat nee. was dat is het punt dat je dacht: <laughs> dat je dacht, I'm good right now. <laughs> ja, corona wel. Ja? maar toen kon ik niet werken en kwam er eigenlijk niks binnen. Maar ja, toen bleek het allemaal wel. Het, het, het passieve inkomen is wel, is wel op een level nu dat, het gewoon wel, dat ik wel lekker zit, zeg maar. Ja, kijk, je hebt gewoon uh, huizen en mensen betalen huur. Ja, en dat, dat komt binnen. En er zijn er gewoon een aantal, ja. weet je wel. Dus ja, want we zien de huizen zeg maar in Bali. Hoe is dat? Want... want... Ik kan begrijpen dat je zelf in Bali wil wonen, maar je hebt op een gegeven moment ook een soort appartementen-villa-complex gebouwd daar, toch? Nee, het is geen appartementen-villa-complex. Nou, het ding is dit, corona was er en uh, toen had ik in Nederland al uh, best wel wat uh, geïnvesteerd, zeg maar, in vastgoed. Ja. En uh, daar kwam ik er dus achter van, hé, hey, dat, is, dat is echt mijn savior, toch? Ja. Dus toen dacht ik gewoon van, toen het een beetje sketchy werd in Nederland, van ja, wanneer gaat dit op, eindigen? Want het zag er allemaal best wel uitzichtloos uit. Ja. Toen uh, ik had al uh, land gekocht net voor de corona ja. uh, in Bali, en uh, toen dacht ik gewoon van, uh, ja, moet ik dan doorgaan hiermee of moet ik even? de had het de boom kijken dat ik nee, ik ga juist door, want dat vastgoed is nu een soort van mijn lifesaver, je weet wel. Ja. Uh, en toen was het zo redabel, en het is natuurlijk nog veel interessanter dan Nederland, want mensen gaan er op vakantie ja. en mijn huis is heel Instagrammable, dus. Ja. Daar heb er Je natuurlijk zo over nagedacht. Ja, tuurlijk. Ja. En het is zo dat in Bali gaan mensen gewoon, weet ik veel, twee weken in een villa zitten die gewoon een beetje chatchy is. En dan ja. gaan ze twee dagen naar een hele dikke villa en daar maken ze alle foto's. Ja. Dus dan mag dat wat duurder zijn. Ja. Dus zoveel, dat heb ik vooral als gasten. Dus het wordt super goed gepromoot, want iedereen maakt de Instagram-foto's. Iedereen vindt het niet echt dat het duur is. En uh, ja, toen ben ik gelijk daardoor gaan bouwen. Dus nu uh, staan er een aantal een ander. Uh, ja. hey, maar ik moet echt zeggen, ik ben echt trots op jou. Dit is, is mijn appartement, omdat ik namelijk, het is ook motivation voor mensen die uh, niet weten wat ze met hun geld moeten doen, als ze geld verdienen. Het feit dat jij op een gegeven moment, ik weet niet of je het zelf bedenkt of dat je een, een, een vastgoedteam om je heen hebt, gezegd. zegt. busy. Nou, time to get the money out there. Of snap. Ja, ik bedoel, het, dus, het is wat... wel dat ik heb een financial advisor. Ik ik bedenk wat ik wil en dan vraag ik gewoon van, is dit slim nu? Ja. Of kan dit nu? Ja. Of ik wil nu dit. Weet je, ik heb nu in mijn hoofd van. Uh, Oké, okay, ik wil nog daar en daar bouwen. Maar ik wil ook alle dividend weg of alle hypotheek weg. Ja. Dan zeg ik van. Oké, okay, maar wanneer kan ik dan dit? Wanneer kan ik dat? Wanneer kan ik dat? En ja. dan krijg ik eigenlijk van hun een soort van agenda-punten. En dan kijken we naar mijn omzetten en naar wat er staat. Ja. En aan de hand van wat zij dan tegen mij zeggen, dan ga ik doen wat ik wil. Maar ik kom zelf met die ideeën en dan. Ja. Het een soort van. Uh... Maar wie heeft je ook gezegd om ooit in vastgoed te gaan zitten? dan? Is het iets vanuit je familie? Wat je ja, dat is echt vanuit mijn familie, man. Het is wel. Uh, mijn oom is aannemer en mijn vader had vroeger een winkel. En uh, die uh, kon echt op een bepaald punt. Uh, was er iemand in Amersfoort die. Uh, ja, die moest hem. die moest hem met de biezen vandoor. Ja. En toen kon mijn pa had een kans om uh, als er een spaarcent zeg maar. Uh, te investeren of niet. En ja. mijn oom, die heeft het helemaal. Uh, Mooi gemaakt met zijn handen. En uh, dat hebben ze toen gedaan. En dat, was, dat, dat is echt wel iets wat ik altijd heb gekeken van. Wauw, weet je wel. dit ja. is gewoon een huis. Het is van iemand. Het is gewoon van mijn vader. Ja. En uh, dat was mijn grote voorbeeld, gewoon. Heel vet. Ja. Dat zeg je ook, wat je ziet, kan want, je ook in je opnemen. Dat is... het, lijkt nu, het klinkt nu alsof mensen, zeg maar, alsof mijn pa een soort van stangen guy was die dan panden had ofzo. Maar ik moet beseffen dat mijn vader is een van de. Nou, dat is mijn grootste voorbeeld wat betreft ondernemen. En gewoon als mens ook wel. Uh, omdat. Uh, mijn opa is overleden. En die is niet door uh, gezondheidsproblemen overleden. Die had echt een bepaalde lifestyle, die was niet goed, zeg maar. Mm -hmm. En. Uh, die heeft ook heel veel schulden gemaakt en achtergelaten. Terwijl mijn pa was 24. En uh, mijn ma was uh, ietsje. Die is ietsje ouder dan mijn vader. En uh, wij waren er al als kids. En wij woonden boven de winkel, fucking klein. En die, die man heeft gewoon. Tien jaar lang elke dag in een fucking klein winkeltje, elke dag gewerkt, 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 geen dag vrij. Ja. En uh, op die manier ja. heeft hij, zeg maar, uh, die schulden afgelost. En uiteindelijk op een bepaald punt ook nog die, 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 die opportunity gezien. Ja. Om te zeggen: van, hé, hey, weet toch, ik neem het risico, ik ga al mijn geld gewoon daarin steken. En wow. verzekeren een soort van de toekomst van ons als, als gezin, zeg maar. En, uh, uh, en daarna altijd gewoon hard doorgewerkt, nooit groot gedaan of zo. Wij woonden gewoon, uh, ja, niet meer de hele tijd naast de winkel. Het werd ja. gelukkig wel ietsje beter, maar, ja. of uh, boven de winkel. Maar het werd wel beter. Maar uh, ik heb heel erg geleerd van nooit een euro lenen van iemand, uh, nooit uh, groter leven dan dat, je, dan dat je bent, zeg maar. Ja. En dus uh, komt van ver, want je had ooit way back ook schulden. Ik had rare schulden, bro. Wat voor schulden had je, bro? <laughs> <laughs> ik had een manager die had me had opgelicht, die had mijn creditcard geplunderd. Ik had een soort van uh, toren aan boetes. Uh, ik deed zelf uh, shit die niet slim was, zeg maar. Ja. Dus uh, uh, ja, ik liep, ik, ik ging gewoon. Ik uh, was niet uh, raar, uh, ik, ik liep niet met kilo's of zo, maar ik deed gewoon ja. ge kleine gekke shit, zeg ja, maar. Ja. Om maar en, geld uh, te komen. Ja, en. Ja. Uh, ik wilde sowieso ook een beetje mijn trots was dat toen de tijd, maar ik wilde nooit bij mijn ouders aankloppen, zeg maar. En uh, uh, ja op een bepaald punt was het zo heftig, zeg maar. En toen was ik ook uh, echt uit mijn nest gelicht en zat uh, ik binnen girl. en toen dacht ik echt van oké, okay, als ik buiten kom, ja. dan, dan ga, ik, ga ik gewoon alles aan mijn vader vertellen en dan heb ik in ieder geval niet dat het een geheim is. En dan ja. Kijk ik gewoon in hoe ver die me gaat helpen of hoe verder die me gaat vermoeien. Oh, hoe moeilijk was die, conversation. Gaan... die conversatie? Die ja, dat was super fucked up. Maar ja. het ding was dat, <laughs> zeg maar, de, de vriend van mijn zus, zijn moeder, die uh, was zo uh, van de reclassering ook. Ja. En omdat ik dus zeg maar echt gek door uh, zo'n SWAT-team, mijn mes was gelicht, had zij verteld tegen mijn ouders van ja. En mijn pa kon vroeger nog wel eens echt wel serieus boos op mij worden, zeg maar. Ja. Dus toen hadden ze al gelijk gezegd: van ja, je mag niet, je kan nu even niet boos op worden, want het is best wel psychisch heftig wat hij heeft meegemaakt. Dus toen ik vrij kwam, mocht mijn pa, soort van niet boos worden. Dus het was ook wel echt de perfect window of opportunity dat ik kon zeggen: van ja, dit en dit en dit. Maar is dit is was het ook gaande. psychologisch zwaar? Is Yo, het bro, ik ben niet de guy voor Jari, man. Eh? Echt niet, man. Ik ben echt niet, ik deed daar binnen wel gewoon, ik kom me wel, je weet toch, ik kon wel gewoon. Uh, uh, ik kon wel gewoon uh, overleven en ik ging, niet zitten. ik ging gewoon luchten en ik had het ook koud, dus ik, had ook van een... ik kreeg wel van mensen gewoon even een jacquardje aan of zo. Ja. Het was niet dat ik daar raar uh, werd, uh, dat ik de soort van de, de qua van de... Van de, van de... <laughs> ik was gewoon chalas eigenlijk, maar ja. het, ik vond het in mijn hoofd echt fucked up. Ik wist wel echt van, dit is niet mijn shit, ja. ik, ik ben niet die guy, ik trek het hier niet, ik ben ja. in dat opzicht echt te soft en een soort van niet gebouwd voor dat gewoon. Dus ik dacht ook gelijk: van ik ga niks geks meer doen en ik ga gewoon nu alles opbiechten. En ik, ik, ik vraag gewoon aan uh, van wat zou jij doen als je nu in mijn schoenen stond? En uh, ja, hij heeft me geholpen daarmee. Dus uh, me de juiste richting op ge, geweest. Wat moest je toen doen? Dan? Wat was een advies voor de mensen die ook in. Nou, ik ben met hem naar de bank gegaan okay. en toen heb ik gewoon een soort van. Uh, al, al mijn schulden laten. Jeet, je toch? Een soort van. Ik, hij, heeft gewoon, hij, heeft gewoon, hij is gewoon met mij meegegaan naar plekken en gezegd van. Yo, uh, aflossen, dit, dat. Weet je weet toch? Uh, ja. Hoe heet die shit? Dat je gewoon uh, schuldsanering uh, dingen doet. Ja, ja hij heeft me gewoon geholpen, snap je? En dat is gewoon het allerbeste. Want, uh, uh, ja, zo heb ik gewoon geleerd van, van, van die hele situatie en de waarde van geld in wil zien. Dus dat is ook, denk ik, de reden dat ik toen de vorige keer dat jou sprak, dat ik vaak zei: van, Ik ben echt bang om weer skeerd te worden. Ja. Omdat ik zo skeer was ja. dat ik echt gewoon. Uh, toen Yellowclaw al, uh, dat wij al op festivalen headlineden, dat ik gewoon nog uh, schulden aan het afbetalen was, weet je toen, wel. toen was je nog bezig met ja, schulden man, afbetalen? Ja, ja, zeker. Dat ik nog, uh, weet ik veel, weet je, uh, uh, clipmakers. Uh, want ik had ook dan in de tijd, had ik dan een clip en dan had ik een manager iemand opgelegd, weet ja. je wel. Dus de, bro, aan alle kanten was het fucked up, zeg maar. Ja. Heb je die manager ooit nog gezien? Want soms kom je die mensen weer tegen. Ik ben hem één keer je... tegengekomen, man. Maar ik weet wat het gewoon is. En dat is wel uh, 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 wat, wat ik heb geleerd. Ook omdat ik hem ook op het lijstje had staan... van mensen waar ik een beetje nog vrolijk naar ja. had en boos was. Kijk, ik, ho ik hoop gewoon voor hem dat hij uh, spirituele balans vindt... En, en gewoon gelukkig wordt, snap ja. je? Ja. Ik kan niet echt meer boos worden op mensen... Natuurlijk, ik kan boos worden mensen, ik ben geen Gandhi, maar ik kan niet echt uit het verleden meer een soort van denken van, oh, als ik ja. hem tegenkom. Maar ik denk gewoon van, ja, ten eerste ben ik zelf ook heel vaak echt een teringlaaier geweest. En ten tweede uh, weet ik dat dat kwam uit een soort van ongezonde mindstate. Weet ja. je, ik ging niet, niet mijn bed uit van, vandaag ga ik die nigger het leven zuur maken. Ja. Dat gebeurde omdat ik gewoon zelf uit balans was en gewoon soms misgunde uit een soort van, Egocentrische reden of om uit een onzekerheid van mezelf ja. te hebben. En zo zijn die dingen en zo gaan die dingen. En uh, zo heb ik hem ook gewoon ja in mijn hart zitten, eigenlijk nog bijna met een soort van. Hij heeft ook dingen gedaan die chill waren, snap je? Ja, ja. Dus dan licht ik dat kijkt. gewoon uit. Ja. En uh, de andere dingen die uh, hoop ik gewoon voor hem dat dat nu opgelost is. Ja. Snap je? Dat hij daar gewoon een manier in live heeft gevonden. Dat wat, hij gewoon... wat, wat ik mooi vind aan jouw verhaal is daarom. daarom... Nou snap je alles beter in context als je luistert van. Dat je zegt van, op het moment dat je helemaal opgebrand was, toen wilde je dat je je vader bij je was, dat hij je weer ging ja, vasthouden. Man. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja, er zit man. een hele lijn in van hoe hij altijd in jouw leven een soort beschermfactor is geweest. Dat als het rockbownen was, was hij er altijd. Dat ja, vind ik en is ik bijzonder dat is ook. Dat is ook wat ik... Ik, okay, ik heb een keer paddo's gedaan en toen was ik ook, zeg maar, daar kwam ik achter wat... Dit is ook al lang geleden, maar wij gingen paddels doen met de sorry matties. En één mattie van me ging bad. En ineens iedereen, ah, en hij ging bad toch? Hij begon te schreeuwen in de huiskamer en iedereen. Hij nam iedereen mee in die bad situation. Ja. En ik had dus de hele tijd dat ik bang was dat mijn, dat mijn pa ineens voor de deur stond. Wel, er was echt no reason dat hij ineens van midden in de nacht ja. voor mijn deur zou staan. Maar ik, ik weet gewoon van um, die man is echt een soort van. Maar ik denk dat het bij veel jongens is zeg maar ja. uh, dat. Uh, dat die ouwe gewoon, uh, ik was ook gewoon altijd een beetje bang en ik wilde <laughs> dat hij trots op me was. En, ja, je weet het toch? Maar ik vind dat iets moois, man. Ik denk zeg maar, wat, heb ik ook met mijn met, met, met boys van: je wil dat ze trots op je zijn, maar ik vind het dan moeilijk. Ik weet hoe jij erin staat, zeg maar, hoe jij bent. En je zoon, toe. ben je streng? Of ben je... Oh, welke... Nee, ben... hey, mijn vrouw is echt, zeg ik eerlijk, van mijn vrouw mag die naar mijn mening veel te veel. En ik ben misschien soms te hard. Soms... Te... Ja. Er is geen ruimte voor conversatie. Maar ik denk ook dat voor de leeftijd die mijn zoon nu heeft, hij is zeven, is het soms heel belangrijk dat het gewoon heel duidelijk is. Ja. Weet je, en ik denk ook dat kinderen wel grenzen moeten kennen. Maar ik zeg wel heel eerlijk, weet je, ik heb vroeger wel... Uh, ja, soms gewoon de Surinaamse aanpak gehad. Uh, terwijl mijn pa is uh, Hollands. Ja, maar, uh, ja, ja nou, dat was een de uh, uh, story. Jouw vader uh, uh, was kapot. Ja. Maar, <laughs> maar wel, ook de, ook de had wel, had wel, uh, wel massala op zijn handen, zeg maar. Dus uh, dat probeer ik wel een soort van anders te doen, weet je wel. Maar uh, ik merk ook aan me dat ik veel dingen overneem van mijn ouders. Ook omdat het misschien ja. automatisch is, maar ook omdat ik merk van ja, sommige dingen hebben me ook op een positieve manier gevormd. Maar ik moet ook zeggen dat. Uh, de reden waarom ik ook te hard liep... Kijk, ik zeg je ook dit. Ik vroeg mijn vader mee um, uh, met oud en nieuw. Ja. Van, ik moet deze shows doen. Ik wil je bij hem hebben. Maar ik, hij was ook dezelfde persoon toen ik zei van... Yo, het gaat echt niet goed met mij. Ik, ik zeg mijn shows af met kerst. Uh, dat hij die guy was die uh, zei van... Ja, maar je hebt klanten bro. Je moet gewoon werken. Weet je wel dat hij ook wel een bepaalde druk op mij zette en een ja. soort mindset had die echt te heftig voor mij was. Ja. En eigenlijk na het hele proces dat ik de handdoek in de ring heb gegooid, dat ik aan mezelf ben gaan werken, dat ik ook de manier heb gevonden om te communiceren met mijn vader op een manier dat ik kon zeggen tegen hem van uh, ik, 80% ben ik echt de trotste zoon uh, van deze vader. Uh, ben ik zo trots op jou. Maar er is 20% wat ervoor zorgt dat er bij mij heel veel littekens zijn die zich uiten op die en die manier, weet je wel. En dan zei hij van, ja, maar jij doet nu dat. Dat heb ik toch nooit gedaan. Dat is toch niet een voorbeeld. Nee, oké, het uit zich misschien zo. Maar het komt hier uit. Uit een soort van zelfacceptatie die ik nooit heb gehad, weet je wel. En dat accepteerde hij ook. Die manier. En dat heb ik dus geleerd door die twaalf stappen ook. Van hoe breng ik dit? Hoe verwoord ik mezelf? En hoe laat ik iemand ook zelf... Uh, weer terug uitspreken, ja. uh, uitpraten. Um, en uh, schiet ik niet in de verdediging en hoe. Ik, ik, ik spreek dan ook over hoe ik het me gevoeld heb en niet hoe het was, want dit is ja, ja, ja. dan mijn waarheid. Dus ik kan alleen maar vertellen hoe ik me, me voelde. Ja. Maar het is fucking vet, want de band met mijn pa is nu beter dan ooit. en um, Ja, dat was wel echt een soort van uh, bagage die ik ook kwijt ben geraakt. Dus ook die. Die bizarre drang die je zag nog bij de eerste versie van Busy. Die, ja. bij, je volgende, bij je vorige Real talk ja. ja, toen had ik dat gesprek met mijn vader nog niet gehad. Dus toen zat die, zat die voice ja. nog heel erg in mijn hoofd. Terwijl nu weet ik dat hij trots is, weet je wel. Mooi. En dat het goed is, zeg maar. Ja, ik vind het ook mooi. Want waar ik ook een verandering in zag is... Toen je vader werd van je, van je dochter. Ja. Dus toen zag ik weer een, dus waar ik het als eerste aan merkte, want ik had je de hele tijd niet meer gezien. De muziek. Ik belde nog met jou vanuit Bali. Ik denk... Zijn muziek is anders. Want normaal, we, know you, we kennen jouw geluid. Hey, jouw geluid is hey, dus schuren, hey, laat dit zien, traag, doe het voor hey, me. Doe hey, het. Yeah. Dus al die vibes. Maar ik denk, deze man komt gewoon nu, zoetsappig, liefdevol. Ja, Neem ja. was even mee op, 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 die, op die vibe. Want er was blijkbaar ook qua sound. Een change. Ik zeg je eerlijk, maar het klinkt heel cliché. En wij hebben best wel een zware tijd gehad bij de eerste, zeg maar. Ik was toen nog aan het toeren. Uh, toen november geboren werd was ik nog uh, eigenlijk na drie maanden ben ik dus gestopt. Maar hij was al drie maanden oud en ook in de zwangerschap was het heel zwaar voor ons, omdat ik ja. eigenlijk bijna niet thuis was. Dan was ik 18 dagen weg, één dag thuis, twintig dagen weg, één dag thuis, een week weg en zo ging dat door. Maar ik was bijna in een hele maand gezien twee, drie dagen thuis. Dus ja. heel moeilijk om te banden met de zwangerschap van mijn vrouw of dan dat midden daarna met mijn zoon. Er was heel veel stress. Ja. Dus dus november was heel onrustig als baby en dat was gewoon door de energie in het huis. Dus toen uh, Juno onderweg was... waren wij heel erg voorbereid op dat dat weer zo'n verhaal ging worden. Omdat dat een beetje een trauma was van ons. Van, yo, die tijd was echt zwaar. Het was heel emotioneel en zwaar. En uh, dat gaan we nu ons weer doorheen moeten bijten. Want we weten wel dat na een jaar wordt het echt leuk. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik zeg je eerlijk, maar vanaf het moment één voelde het anders. Ook omdat ik die liefde al kende. Ook omdat ik gewoon de tijd had. Um, en ook omdat er, er, als man is een meisje gewoon... Het is gewoon. Ja, ik weet niet. Ik heb al een zwak voor vrouwen altijd. Als uh, zeg maar. Uh, mijn eigen vrouw, mijn eigen moeder, mijn eigen zus. Maar ook gewoon vrouwen die voor me werken. Ik, ik wil wel gewoon. Hetzelfde, maar ik, ik zie het sneller als zij vermoeid zijn, als wanneer een guy voor me werkt en die gewoon ja. zegt: van, Oh, dat is waar. Denk ik van ja, hopsta, oh, ja. gek. Ja. Wat praat je? Want je hebt geen werkende guys in je organisatie. Ik, ik, heb, een ook vrouwen. Wel, ik heb ook wel ja. veel ook guy. Ik heb ze wel... nog niet gezien. <laughs> ik heb ze nog niet gezien. Is niet erg, maar het valt me dus op. Dus er werken veel vrouwen voor mij en dat vind ik, dat vind ik heel fijn. <laughs> maar uh, nee, er werken ook guys voor mij. Maar daar ben ik inderdaad wel harder voor. En okay. ik merkte mijn eigen dochtertje: Wauw, man. Ja. Ik gewoon gelijk man, het is gewoon, het voelde zo een soort van, ja, weet je, ik kende dat niet. Ik had wel iets die zeiden van, joh, je zit op een roze wolk, maar dat had ik niet zo ervaren bij november, omdat het gewoon een hele ongezonde situatie was waarin we zaten, omdat ik gewoon te weinig thuis was, weet ja. je wel, en heel veel stress had. Want ik, ik merkte ook dat ik te weinig thuis was, dus ik voelde me heel schuldig. En uh, uh, dat 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 schuldgevoel, die stress, dat was niet bij Juno. Dus het was gelijk een soort van, ik werd gewoon soft. In, 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 in de seconde dat ik haar vasthield, zeg maar. Mooi. En uh, ze, is, uh, ja, ze is fucking lief. En ze, uh, ja, weet je. het heeft ook wel een hoop voor me verpest wat betreft inderdaad smerige teksten. Want het is gewoon, ja. Ik heb gewoon een dochter nu. Maar was dus. dat zeg maar de afweging die je maakte? Op een gegeven moment toen je een dochter, dochter kreeg en je liep weer de studio in. En je dacht, maar ik kan niet meer dezelfde sounds... Ja, ten eerste smaken. had ik ook geen zin in. Kijk, nu moet ik zeggen, mijn dochtertje was het ouder. Ik weet ook gewoon van. Ik denk dat veel um, het gedrag van een vrouw. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Presticulus? Wie kan het goed Engels? Conspiculus. Uh, Conspiculus? Nee. Dat wordt uh, 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 als een vrouw met echt te veel, zeg maar, uh, uit. uit Promiscuous. Promiscuous, promiscuous. Als een vrouw promiscuous, promiscuous. Yeah. Uh, gedrag vertoont, yeah. is het heel vaak. Het nou ja, kan ook zijn dat ze dat gewoon fijn vindt. Ik bedoel, yeah. dat kan. Yeah. Maar ik denk dat het ook vaak komt uit uh, het feit dat uh, ze. Het zijn vaak daddy issues, toch? Uh, dat hebben mannen, dat hebben vrouwen. Ik had dus ook daddy issues. Uh, ben ik achtergekomen. En uh, dat kan ook bij vrouwen zijn. En daardoor dat ik nu merk van. We zijn nu een jaar verder. Mijn dochtertje was van het weekend uh, één geworden. en... Uh, ik weet, zij gaat geen daddy's krijgen, snap je? Ik ben echt wel aan mijn girl's dad gewoon nu ook. Gewoon. Ja, en wat merk je er dan? Je bent echt, is het echt... Ja, maar ik vind het gewoon master. Ja. Ik vind het ook gewoon echt leuk om er, om er zo'n tutu aan te doen. Ja. En uh, ik ga ook met haar in de... We hebben een keukentje voor haar gekocht. dus ik gewoon nepteen met haar te drinken. En gewoon... Al die soort van dingen waar ik vroeger echt niks voor uitlachte, ben ik nu gewoon aan het doen. Gewoon, je weet toch? Ik ben gewoon met haar aan het dansen op, op, op fucking Mariah Carey en ja. shit. En uh, ja, ik ben gewoon. Uh, ik, 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 ik ben wel. Uh, ik, ik, ik speel wel even gewoon girly shit. Mooi, uh, man. Uh, uh, voor haar. En, dat, ja. en I enjoy het gewoon. <laughs> dus. Het uh, is mooi, man. Yeah, it's man. Ja, het is beautiful, man. Het is echt een, een, een liefde die ik nog niet kende. En uh, ik moet zeggen dat toen ik hoorde van ik krijg een dochter, toen dacht ik echt van. Ja, oké. Okay. Ik had ja. wel twee zoons gewild, zeg maar. Ja. En toen was ik in de gym en toen zei een mattie van me van... Uh, ja, maar bro, God heeft ook een, uh, een jongen en een meisje gemaakt. Dus je hebt nu gewoon hetzelfde gemaakt dus God, Toen dacht ik wel van, hé, hey, dat is wel hard. Dat is, diep, hoor. Dat is, dat is gewoon wel... Je, je leert nu gewoon allebei de soorten liefdes die er bestaan, ja. zeg maar. En, 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 en de liefde van een meisje is me verteld is nog veel puur naar de vader. Naar de vader, vader ja, ja. Dat merk ik ook. Ja, want het ik het mooie, was het ook, het weet je. is toch meer moeder. Ik ook, man. Ik ja. zeg je eerlijk, man. Uh, ik heb het nu veel van mijn vader gehad, maar ik was echt een mama's kindje, zeg maar. Ja. Dus dat, dat. Uh, het zijn meer bij die soort van mijlpalen dat ik dan in één keer papa nodig heb, je weet toch? Ja. Maar mijn mams is gewoon. Mams, ja. Maar we kunnen daar ook niet tegen competen. Soms heb nee, ik nooit. nooit. Dat wil ik van. Mijn moeder had ook altijd wel moeite met als ik. Uh, uh, Vriendinnetje kreeg, want ik had elke dag bij mijn mam Ik ja. ging elke dag, zeg maar, tussen de middag sowieso naar mijn moeder om te chappen, want er stond sowieso iets in de koelkast. Ja. En ik hoef me aan tafel te zitten en ze gaat gooien, weet je, toch? Het ja. is gewoon die Surinaamse vibe. <laughs> Gelijk lekker eten en uh, ja, dan, dan kwam ik ineens een, een tijdje niet. En dan, ja, dan was ik. was, wel was anders. Was, snap je? Dan, ja. uh, dan was die chick de reden. Dus. <laughs> maar hoe, wat ik mezelf afvraag, want mijn grootste angst was om vader te worden van een dochter. Ik dacht. Dan ga ik de gevangenis in want ze vijftien is, 15 dus, man. Want ik ga een paar gasten gewoon voor de balkon moeten gooien. Ja, maar ik bedoel, ik heb ook een zus. En ik zeg je eerlijk, mijn zus heeft nooit echt nooit niet echt rare dingen gedaan. Ze heeft nooit rare shit gedaan. Ja. Dus dat hoeft niet, snap ja. je? Je laat het natuurlijk gewoon gelijk al je spookverhalen in je hoofd. Maar ik denk dat ergens is, 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 is if you love something, let it go at ja. some point. En vertrouwen ook dat ze gewoon, weet je toch, dat ze dusdanig veel heeft geleerd dat ja. ze dat meeneemt. Ik merk echt dat je zen bent. Ik ben daar nog niet, bro. <laughs> die angst voor mij is zo groot. Kijk, ik zeg je eerlijk, man. Ik ben ook wel daar met je dat ik gewoon met een glock gewoon open doe. Dat ik even door die brievenbus zo van... Oh, wacht, ik moet mijn sleutel pakken. <lacht> dat, <lacht> dat, maar toch, dat is zeg maar jouw jou prinsesje. En dan komt er een van het, hey, hey Leo, ligt, de Hé, hé Leo. Het ligt ook heel erg aan inderdaad wat dan uiteindelijk voor de deur komt te staan, snap ja, je? ja. Want ik heb ook... Uh, dat heb ik wel meegemaakt. Mijn zus is maar iets ouder dan mij. Dus vroeger was het wel als er boys kwamen, dan checkte ik ook wel. En ik ja. deed ook gelijk background checks, ja. zeg maar. Ja. En ze kwam gelukkig ook niet met een soort van hele gekke boys thuis. Maar al had ik de twijfels, dan was het wel... Uh... Ja, ja dan, dan, dan was het wel dat we soort van met een omweg probeerden dat ze uit de buurt van mijn zus bleef, zeg maar. Ja. Dus uh, dat heb ik wel meegemaakt. Maar ik weet niet, man. Ik denk dat ik... Ja, ik weet niet, man. Ik kan het me nu ook slecht voorstellen. Ik denk ook dat het leven met de dag een beetje is. En gewoon genieten van elk moment. En dat ik. Ik vertrouw er gewoon op dat het goed komt. Maar als ik me er echt nu heel diep in ga. <laughs> is misschien gewoon nog niet. Maar ook, ik zag een <laughs> film met Den of Thieves. Volgens mij was het met 50 Cent. En uh, een andere guy, op een gegeven moment uh, komt die dochter met de gozer thuis. En dan zegt hij tegen die guy, oh, dat nee, is goed, geen probleem. We gaan even naar de achterkamer. Op de achterkamer staan allemaal brede gasten. En dan zegt hij, ze komt wel thuis om half tien, hè? ik keel gewoon angstig zo. Ja. ik heb even bang gemaakt. Toen dacht ik, dat is een scène die ik best wel in, in het leven zou roepen. Mocht ik ooit een... Ja, een, een, ik zou een, het ver... ook niet uh, overbodig vinden. Want er <laughs> gebeurt ook gewoon veel gekke shit. Ja. En uh, het moet ook goed stiekem gaan. Want ja. als je dochter achter komt, dan gaat ze. Ja, ja, ja. Ik ga het doen. know. I know. Maar nee, ik, ik, ik weet het niet, man. Ik kan dat nu Kijk, dit is allemaal, dit is allemaal macho talk en allemaal ja, stoere, stoere shit nu. En je ziet het wel. Je, we man. zijn mensen, bro. Weet je, ja, je sinds de geschiedenis van de mensheid is het heel goed gegaan met heel veel vrouwen. En die hebben allemaal een vader. Klopt. Dus. Da zo, zo kijk gewoon, ik daarom gewoon op de ik Snap je? Ja, ik snap, ik, maar het is ook een angstbeeld voor mij, die gewoon zo intens is. Nee, dat ik heb ik, hem ook, bro, maar ja. ik moet het gewoon niet. Dat kamertje je. laat ik nog even ja, gewoon. Ja, we laten hem gewoon even. Maar wat ik wel snap mooi je? vind is dat hij wel positief heeft ook geïnspireerd, ook qua muziek. Want jouw album is totaal anders. Als je in november naast. Ja. Die, nu, like, huh? is het dezelfde guy? <laughs> ja, maar in november ga ik ook at some point meenemen. <laughs> snap je? Ja. Yeah. Gaan we het veld in samen. Ja, ja dat gaat met Juno niet gebeuren. Ja. Juno neem ik mee naar uh, een all women's uh, brunch. <laughs> maar betekent dit dat we dus... Want voor de fans die nu kijken, denken van... Oké, okay, maar krijgen we nog die busy van traag ooit terug? Ga je ooit... Ten eerste moeten mensen die mijn album niet hebben gecheckt... het echt checken. Uh, want hè, als je denkt dat ik altijd dezelfde shit alleen maar doe of kan... Ja. is dat zeker niet het geval. En dat kan je heel goed horen op het album. En ik denk ook inderdaad dat het voor mij was het een heel vet proces want ik heb de geboorte van mijn dochter in, in meegenomen uh, en daarom heet het voor Juno. Maar ook het, het hele verhaal wat ik je net vertelde, eigenlijk de alle ups en downs die ik mee heb gemaakt en uh, dat gevoel zit in die plaat. Um, en wat ik zeg, het was een crossroad voor mij. Ja. Ik was hier wel of niet nog geweest. Ja. En Juno was toen überhaupt nog niet in de making, snap ja. je? Dus het feit dat Juno nu er is, betekent dat ik de goede keuze heb gemaakt en dat God met me is. Ja. Dus daarom is dat album voor mij heel bijzonder en ben ik dieper gegaan. Omdat het niet alleen maar netter is omdat ik nu een dochter of een vader ben van een dochter, maar omdat ik, uh, omdat ik God in mijn arm heb gesloten, omdat ik uh, een bepaalde macho bullshit masker heb afgedaan en gewoon durf te zijn wie ik ben. Ik denk dat het enger is om kwetsbaarder te zijn en af en toe te huilen mm -hmm. dan... Uh, Stoer tegen de muur te staan met je arm over elkaar en van ja, hij hey, kom maar. Weet je toch? Dat ja. is eigenlijk makkelijker, toch? Dat ja. Is... Ja, is. Dan ja. laat je jezelf niet ja. zien. Ja. Dus het feit dat ik mezelf nu durf te laten zien en dat ik ook een, 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 een uh, gevoeligere kant durf uit te leggen uh, van mezelf uh, op muziek, uh, dat, is, uh, dat is voor Juno. En daarom moeten mensen het echt checken. Maar om terug te komen op je vraag, ik zeg je wel eerlijk, ik vind het gewoon ook leuk om. Kijk, mijn. Grootste influence is, is Zuid-Amerikaans en Braziliaans qua muziek. Mm -hmm. Als je die teksten vertaalt naar het Nederlands, het is vaak ja, gewoon seksueel getint en ik vind het gewoon master. Mm -hmm. En daarbij zeg ik ook van, ik heb nooit voor ogen gehad dat mijn fans jong waren en mijn kinderen mogen ook niet naar, luisteren naar mijn muziek. Oh, dat heb je gewoon dus bewust. Ja. We do not play busy at home. Ja. Oké, okay. dus, uh, dus jou, Jouw boy weet totaal niet wat de heet zijn. Van jou, denk ik. Ja, hij krijgt het mee. Maar ja. ik ben wel. Uh, ik, ik denk wel goed na bij wat ik hem wel en niet laat horen. Kijk, mijn laatste album voor Juno die draaien we thuis. Ja. Maar uh, de rest niet. En uh, het is ook aan ouders om te beslissen of ze wel of niet naar mijn uh, muziek uh, luisteren en hun kinderen daarbij hebben of dat ze mijn, hun kinderen dat laten luisteren. Maar mijn focus ligt daar niet op. Dus er gaat wel gewoon ook weer gewoon smerig shit komen. De smidigheid komt weer. Tuurlijk. Geef het. Ja. <laughs> nee, maar, maar wat ik me dus ook afvroeg, merk je het ook zeg maar, aan de reactie van je fans qua streams en dat soort dingen? Merk je dat? Ik merk nu met dit album heel erg dat, uh, ten eerste moet ik zeggen dat de, de Busy 2 die zit nu hier naast je en ik, dat voelt ook heel goed, want ik heb mezelf net weer laten zien. Ik ben ook independent nu. Mm. En um, shout out Noah's Ark, weet je all good blood, maar ik had gewoon het gevoel van ik moet nu echt totale vrijheid hebben. En uh, ik heb een fucking vet team nu, uh, voornamelijk met vrouwen gevuld. Ja. Uh, maar uh, uh, het voelt zo fijn en dat is uh, die hele mindset. En dat is, het gaat ook weer goed. We staan in de charts, we staan hoog in de charts. Ja. Het album doet het goed. En wat we ook zien is de tabellen, als je de grafieken bekijkt van het album, zijn natuurlijk toen het uitkwam, gelijk bam, iedereen checken. Want ja, ja. Het, het ging gewoon viral zeg maar mm. door die release party. Maar nu merk je dat het ook weer oploopt. Dus het is echt wel dat mensen tegen elkaar zeggen van nu... Yo, dat album van Busy, ja... Ik weet dat je geen fan van hem bent, maar je moet het even checken, weet je wel. Ja. Het publiek wordt echt breder door. En dat vind ik wel fucking vet. Dus het is voor mij nu de balans vinden tussen... Uh, uh, ja, de oude Busy waar ik gewoon soms zin in heb. En... De, 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 de nieuwe busy die ja. gewoon ook af en toe naar buiten moet. En, dat, en, en wellicht komt er hierna nog iets anders. Maar voor nu is dit echt voor mij een hartstikke goede balans. En ik vind het gewoon chill. Want er zijn twee busy's nu, hè? Voor de duidelijkheid van mensen. Het is die November busy en die voor Juno uh, busy. Ja, nee, niet echt. Het is misschien wel. Maar ik denk gewoon niet. Het zijn niet twee busy's Het is gewoon een busy, zeg maar. Je hebt gewoon de golf 1 en je hebt de golf 7. Ja. Je hebt gewoon de busy 1 en je hebt de busy 2. Het is gewoon dezelfde. Maar ja. er komt gewoon meer options bij. Snap zeg maar, je ja. wat ik bedoel? On this time we go for this one... en de volgende album is misschien weer... Nee, het is alweer gewoon... als ik echt nog met een album kom... dan is dat weer gewoon... Uh, whatever I feel like that. Ja. Ik wist ook niet, zeg maar... twee jaar geleden dat dit album zo zou kunnen. Jij gaat gewoon met de wave. Wat je ja, voelt, man. Ja. Net als surfen. Grote hobby van je. You go with the wave. You follow the wave. Ja, man. En, en, de, de, is... natuur, en de natuur is sterker en groter dan mij. Dus dat, dat, daardoor laat ik me leiden, man. What is the next wave dan voor jou? Want zeg maar, je bent... Uh, er is iets heel vets... maar dat kan ik nog niet... Kan ik kan nog niet okay. loslaten, maar ja. er is wel, uh, ik ben gewoon met uh, eigenlijk een heel nostalgisch project bezig. Oké. Okay. Uh, waar het een beetje begonnen is voor mij als Busy. En uh, um, ja, daar zijn we nu weer in de works. Dus nice. dat is echt, dat is echt fucking hard. Uh, Gaan we je ook talent zien ontwikkelen? Want je hebt fem Ja, ontdekt, ik, ik heb het, het hier doen? en daar, uh, probeer ik het wel, maar ik ben er niet zoals met fem toen de tijd echt zo uh, voel ik me mee bezig. Omdat ik ook gewoon. Ja, ik heb gewoon een gezin en shit. Ik ja. heb gewoon ook niet alle tijd, snap je? Dus het is een beetje, ik probeer gewoon hier en daar te sturen, maar het, het is ook wel moeilijk um, in deze tijd, merk ik. Qua wat? Uh, qua, nieuwe... qua combineren, qua ja. tijd. Ja. Toen in de tijd van Femke was dat echt mijn full focus, ja. legde ik echt even busy aan de kant en dan ging ik alleen maar Femke. En dan als Femke drie singles had gedaan, dan ging ik weer op busy focussen. Zeg maar. ja. En dat is nu gewoon moeilijker, snap je? Ook omdat er gewoon, in de tijd dat Femke groot werd, was ook eigenlijk voor mijn eerste nummer één hit als, als Busy. En nu heb ik een triljoen shows en uh, ja, alle snap je? Dus ja. het is gewoon veel. Um, maar... Wat uh, zit in jou? Volgens mij dat, dat, dat artist development. Want je bent wel één, want je wel vies Ik geef ook wel gewoon uh, aan mensen die ik gewoon graag mag. Of als ik gewoon, of überhaupt als iemand mijn DM inslijt en me gewoon om advies vraagt, geef ik dat gewoon. Omdat ja. ik het gewoon vet vind dat iemand gewoon uh, het vraagt. Ja dat vind ik gewoon hard, want dat takes guts gewoon, ja. weet je toch? Kijk, en het moet niet een of andere soort van, joh, ik wil beroemd worden hoe? Ja. Nee, het moet wel een soort van, ik ben dit en dit nu aan het doen en dit zijn mijn demo's of ik heb al zo en zo en dit is mijn visie en heb je iets voor me, weet je ja. wel? Dan ik vind ik het wel talent, vet. Hè? Iets zien wat een ander niet ziet. Ja, dat is gewoon fucking hard. Ja. Dus dat is dat, dat 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 dan en of het goed advies is, dat weet ik niet. Ja, maar ja. ik geef in ieder geval mijn werkelijkheid ja. uh, uh, leg ik dan even bloot en. Uh, dat gebruiken dan de andere als advies, um, maar wat vooral in de works is nu, ja, ik ben gewoon heel blij met het album. Dat gaat gewoon, dat gaat gewoon goed en ik denk ook dat het een lange adem heeft, omdat het niet een album is, zoals de albums tevoren, die echt waren puur voor de club. Het is echt wel gewoon iets wat je in waggies, gewoon aan lange autorit is ja. gewoon de bedoeling dat je mijn hele album checkt, snap je? Ja. Of als jij uh, lekker uh, met een Kampvuurtje in de tuin, nu gaan chillen. Ja, ja, ja. Met een jointje of met een wijntje of gewoon met een watertje of met ja. een shisha. Ja. Zet mijn album op en ga gewoon echt luisteren. Je kan er wow. echt op chillen nu gewoon. Je kan ermee date, je kan je, je, je Tinder date of gewoon <laughs> ja. een wifi die je gewoon echt. Uh, Kun je, je ziet, bij hem zetten. gaan, let's go. Let's kan alle kanten op, zeg maar. Yeah. Snap je? Dus ik hoop dat mensen gewoon nog echt even op voor Juno uh, um, het album gewoon. Uh, dat ze het gaan beseffen. Dat, dat, ja. dat, dat, daarom geef ik het ook wel wat meer ruimte. Ligt wel iets klaar met Boko Sam ook. Oké. Okay. Uh, en nog iets dus wat ik niet wil vertellen nog. Okay. Omdat ik dat wel vet vind uh, dat, dat, dat dat gaande is. Dus dat is ook wel. Ik draai het wel op de radio. Je gaat het sowieso draaien. Sowieso, eh, man. Sowieso. De maar dikste ik, hoop ik, man. Ik, ik, gewoon, gewoon naar de radio. Luister dan. Maar bro, je hoort vaak met mij, hoor je mee, je, je, je tunes draaien. Ik hoor, tunes, ik hoor jou altijd mijn tunes draaien, ja, man. Snap je? We go, ja. maar we zeggen, ik, ik vind het ook bijzonder omdat. Wat ik zeg, we go way back. En wat ik, ik zeg het ook regelmatig tegen vrienden van me van. Maar waar haal je nog de passie vandaan om dit te doen wat je doet? Ik zeg, nou als radio-dj had ik altijd de vision om zeg maar een sound te draaien op de radio... die radio-dj's voor mij nooit durfden te draaien. Ja. Consistent. Dus niet, oh ik heb een keertje je plaatje gedraaid. Nee, consistently je committen aan hip hop, latin, afro, die hele... Het is fucking sick, want je hebt ook veel missers van mij wel gedraaid. Ja. En dan bedoel ik niet een misser in de zin van... Wat Stom dat jij ze er rijden, wat wel echt kutje ja. ik heb gewoon een periode gehad dat ik mezelf echt weer even moest hervinden. Ja. Eigenlijk die, die gap tussen dat het crazy goed ging ja. en dat ik dus moest werken aan mezelf en niet te veel tijd voor busy ja. had en toch tunes wilde maken terwijl ik een soort van nog niet helemaal lekker erin zat. En maar dat is echt support, vond. hè? Niet alleen maar dat is dat is een sport. En daarbij wilde jij het ook horen wat er dan wel goed aan was, zeg maar ja. terwijl het groot publiek het niet pikte en uh, uh, prima, maar ik vind dat wel master dat jij. Dat proces echt heb gevolgd, zeg maar. Ja. Uh, en ik bedoel, ik denk dat ik nooit iets heb afgeleverd wat slecht was, maar wat gewoon misschien niet uh, klopte bij wie ik ben. Waardoor ja. het niet echt geloofwaardig was of het werd niet gegeven. Ja, maar ik, is hoe, je, hoe je mij kent, ik volg nooit hypes. Ik volg mijn, mijn gevoel. Dat heb ik ja. altijd gedaan. Toen ik Jocevius Your's muziek voor het eerst draaide, toen ik Vremela' muziek voor het eerst draaide, voordat het echt popping was. Ik hoor iets in iemand en ik wil dat iedereen het hoort. En dat is mijn functie hey, geweest hey. als radio DJ. En, 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 en uh, ik doe het niet voor de. Maar prijs. Ik denk dat we even met z'n tweeën waren, zeg maar. Ja. <laughs> ik voel zo koude hard. Ja, ja. Nee, maar, ja. maar uh, het was een kleine groep. De streams waren wel eventjes gewoon uh, karig, zeg maar. Of niet karig. Het, is, ja. uh, het was nog steeds wel fucking goed. Ja. Uh, vergeleken met als je echt uh, niet lekker gaat. Maar. Uh, ja niet wat ik gewend was. Het gaat nu weer echt lekker, lekker. Ja. Snap wat ik bedoel. En uh, ik vind het wel vet dat je met me bent gebleven. Snap oh, je? We don't talk, we do. Nee, maar dat is wat ik. Ik vind mooi dat je dat opvalt. Want ik doe die dingen uit mezelf en ik verwacht nooit dat mensen het. Want het is niet dat artiesten gelijk bellen. Hé, hey bro, dope." In het begin zien ze het allemaal, maar op een gegeven moment als je heel groot wordt, zien ze niet. Maar ik krijg soms gewoon. Ik had een keertje van French Montana een bericht gehad en we waren aan het converseren over muziek en ik zou hem gaan interviewen. En toen zei ik van, uh, ja, maar dit is wat ik doe. Hij zegt, we know what you do in the Netherlands and in, in Europe. We know who you are. Ja, maar dat omdat je het fucking consistent doet. Ja, maar ik sta er nooit bij stil. Omdat ik als ik, ik gaf... weet dat Balvin ook jou, jou gewoon kent, zeg. Ja, we maar. Ja, maar hebben ook. Ja, uh, yeah. Ik sta er nooit bij stil omdat. Wat ik altijd zeg, ik ben nog steeds diezelfde Fernando die je van way, way back kent. Dus ja. ik loop nooit stoer te doen. Oh ja, Rosalie heeft van laatste bericht gestuurd. Ja, nu maar, ben je wel een beetje stoer aan het doen. Nee, 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 we kunnen nog meer stunten. Nee, maar, maar alle jokes. Rosalie, je weet Hij <laughs> ah, was een bericht, of foto. <laughs> Zat weinig kleren aan. Weinig kleren aan. <laughs> nee, maar wat ik dus belangrijk vind, dat is de moraal van het verhaal: van je, je support mensen no matter what. Dus je volgt geen hypes. En dat is ja, dat ook... vind ik koud hard, man. Stap je? Ik vind dat echt hard en daar ben ik je ook echt oprecht dankbaar voor. En dat is ook een reden dat ik. Uh, ik doe niet veel interviews meer, zeg maar. Althans, niet die zo fucking lang duren. Ja, <laughs> maar. Wat uh... er mede is hoor. Dat is maar een uur Yo, het duurt lang. We kunnen, nog, we kunnen nog veel langer. <laughs> het duurt lang. We kunnen nee. nog veel langer. Nee, nee, nee. Maar. Ja. Uh, dat is wel de reden waarom ik hier zit. Omdat ik gewoon. En ik, en ik denk dat dat. Ik bedoel, het lijkt nu alsof we een beetje elkaars continent kruipen zijn. Maar ik vind dat. Uh, en ik denk dat dat ook wel echt wel. Dat mag je weten. Dat zien andere artiesten ook. Want je hebt hier harde namen zitten. Uh, en ik denk dat al die boys dat wel zien. Weet je. Ik denk dat de, de game wel. Uh... Zit je nu gewoon hier. Uh... Okay. Ik denk dat de game wel love voor je heeft, man. Dat mag ja. je best weten. Ik, hou ik, ik van de spreek de niet, uh, ja. ik spreek niet voor mezelf alleen. Het is echt wel, uh, dat durf ik wel gewoon te zeggen. Love. Nee, maar ik heb ook love voor de game. Ik but... weet ook dat je SFB in gekke situaties gewoon toch op de achter de mic hebt gekregen en dat ja. je ze ook met respect uh, hebt laten spreken. En dat vind ik hard, man. Want dat ja. zijn ook gewoon boys met een goed hart. En uh, op dat moment was de hele wereld een soort van iedereen angstig. was tegen ze. Ja. En ik wilde gewoon hun verhaal laten vertellen. En ik denk was belangrijk om dat te doen. Dat is ook hoe Real Talk eigenlijk is ontstaan. Dat was eigenlijk de allereerste aflevering in die vorm. En in de vorm, één op één, was met Campy. Maar uh -huh. de allereerste Real Talk die was ontstaan omdat ik dus... Ik wil dat ook een legendary ja, aflevering. Ja, ja. Dat is echt crazy. Wat hoor ik aan klikken? Klik. Dat, dat zijn jouw flesjes, bro. Dat zijn jouw flesjes? Dat zijn jouw maar flesjes. Dat zijn, maar zijn je de je de mensen die voor jou werken. Ja. <laughs> Maar nog even nog één, kort voor we eruit gaan. Want we gaan deel drie op een gegeven moment over twee, drie jaar weer doen. Uh, ook advies voor mensen die luisteren. Je hebt veel meegemaakt. We hebben het ook gehad over moeilijke periodes, depressies en zo. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu het moeilijk hebben? Want sommige mensen die hebben geen mensen op scherm om over te praten. Wat, wat, nee, wat kan ik, je ze een beetje meegeven? En mensen? ik denk ook dat die groep groot is. Mm -hmm. uh, het was in de coronatijd heel groot, denk ik. Maar bijvoorbeeld, wat ik ook merk, is dat ik bijvoorbeeld... Je ziet wel haatcomments, zie je altijd, zeg maar. Ja. maar. in mijn hoofd maakte ik de hele dag haatcomments toen het slecht met mij ging. Uh, dus uh, dat vertaalt zich, denk ik. Bij jonge mensen hebben dat misschien niet even die door, maar die woede, zeg maar, die ze voelen, dat uiten ze zich soort van online, je weet toch? Uh, dus ik denk dat het best wel veel is tegenwoordig, um, ook door social media. Dat je dat je denkt van, joh, ik moet dit of dat bereiken voor die tijd, anders ben ik er niets nut of wat dan ook. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is, is dat het allerbelangrijkste is uh, hoe je over jezelf denkt. En als jij gewoon diep in je hart kijkt en je voelt je gewoon, uh, je weet eigenlijk wel stiekem dat je een goed mens bent, dan is dat ook zo. En dan mag je dat gewoon uiten. En ik denk dat ook, uh, dan weet je dat je het waard bent. Dus als je, je ook minder voelt, vergeet niet dat je het waard bent. Dus spreek het uit, man. Het is echt heel belangrijk om daar gewoon met mensen over te praten, want dat heb ik ook niet gedaan eigenlijk hoe slechter met mij het ging, hoe meer muren ik om mij heen bouwde. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat ik praat er gewoon echt over, weet je. En ik merk dus ook dat nu ik uh, durf kwetsbaar mezelf op te stellen in de studio of whatever. Ik zit ook met goons in de studio, bro. En ik ga niet meer stoer doen. Ik praat gewoon met ze over mijn gevoelens, over God of over whatever, man. Mm -hmm. Gewoon, hey, yo, gisteren ik voelde okay, me praat ik praat op erover. om dit. Of, hey, wifi belt, shit, ja. hoofdpijn. Uh, weet je toch, gewoon, gewoon, gewoon vertellen wat is echt ja. op. En niet het is altijd maar goed. Ja. Dan krijg ik ook een hele andere respons terug. Dus weet gewoon dat op het moment dat je je opent en gewoon durft je kaart op tafel durft te leggen, dat je het heel vaak goed terugkrijgt. En als het ja. ook niet zo is, dan zijn die mensen jou ook niet waard. Snap je? Als jij wordt gebashed om hoe je je voelt. Dan zijn dat sowieso mensen die er alleen maar voor zorgen dat je je nog slechter voelt. Dus ja. dan voelt het ook gelijk. Ik krijg veel DM's van mensen die zeggen, ik voel me gewoon eenzaam, Fernando. Ja. Wat kan ik doen? Uh, vind, vind ik best wel moeilijk, zeg maar, als ik zie dat heel veel mensen op social media lijken bij elkaar te horen. Te zijn dat ze het gezellig hebben, ja. maar eigenlijk eenzaam zijn. Er oh. eh, zijn heel veel mensen eenzaam. Er zijn heel veel mensen die een hel zoeken in dat ze gewoon elk weekend pantjes zijn of drugs gebruiken of whatever. En dat als afleiding gebruiken om, om de echte emotie niet te hoeven voelen. Ja, weet je, maak je geest even vrij. En, en echt, weet je, het, het, uh, bij mij is het probleem echt aanzienlijk beter handelbaar geworden. Het voelt alsof ik geen probleem heb, maar dat is niet zo. Want ik ben gewoon een guy dat als ik morgen een joint pak, dan een week later ben ik gewoon weer de hele dag Skaffa. Dus yeah. ik, ben gewoon, ik ben gewoon verslaafd in herstel, zeg maar. Yeah. Maar. Um, zonder hulp in mijn eentje lukt het niet snap je hoe je het zo, hoe je het zo kan zien is van als je de hele tijd hetzelfde stuur vasthoudt en je gaat uiteindelijk je bent op een plek waarin je je gewoon super rot voelt dan betekent het dat je toch wel jezelf een beetje die richting op hebt gestuurd, gestuurd hebt. Mm -hmm. en het kan door heel veel invloeden komen als jij weet ik veel hele erg dingen in je jeugd hebt meegemaakt of uh, niet leuke vrienden hebt of whatever Uiteindelijk zeg maar, is het dan wel weer aan jou om te kijken van wat doe je ermee? Ja. En dan is het goed om het stuur neer te leggen en gewoon om hulp te vragen. En erover te praten. Ik denk dat dat echt het, uh, de grootste uitkomst is. Want met dat je gaat praten komen er oplossingen. En dan uh, kan je verder bouwen en, en, en uit het gat kruipen. Ja man. En het kost tijd. Ja. En als je je rot voelt, de eerste keer voel je je twee dagen rot. Of twee weken twee maanden, dan worden twee weken, dan worden twee dagen, dan worden twee uur en dan wordt het gezond. Praat erover, man. Ik denk altijd, communication is the key, communicatie. Praat erover en, ja, maar ja. echt, echt erover praten. Ja. Vertel gewoon hoe je je voelt. Ja. Want uh, dat wordt te weinig gedaan, man. Ja. En uh, fok, uh, iedereen die zich te cool voelt, uh, die dan gaat zeggen dat je een pussy bent, want is pussy not to talk, zeg maar. Ja, thanks bro. Ik sowieso zo zo Bedankt voor je komst. We hebben Zijn één zwart. uur en tien minuten gesproken. We konden veel langer, maar ja, ja. dat had gekund, nee, ja. Nee, nee, maar dat doen we gewoon. Ik, ik hou real talk altijd tussen een uur en anderhalf uur. En mocht er een tweede, derde deel gaan we langer doortrekken. Maar we thank you for your time. Uh, yeah, ik ben nogmaals, heel trots me, man. op je. Hmm? Ga vooral zo ik ben trots op je. Oh, hey, lobby man. Ja, nee, want het mag gezegd worden. Nogmaals, uh, het feit van dat je vanuit niets iets hebt gecreëerd. Dat je hebt laten zien aan, veel, aan vele mensen die meekijken, dat je, je dromen kan waarmaken. Dus kids die denken van, ik wil ook succesvol worden. Jij laat zien van, zo kan je succesvol worden, maar zo kan je ook een business ervan bouwen. Dus je doet het. Geen Rolex. Snap je? Dat Geen heb je ook Rolex. gelaten, hè, trouwens. Dat doe je ook niet meer. Ik broek, heb nooit Rolex gehad. Ja, ouwe. Eén keer? Nee, mijn wife heeft een Rolex. Oh ja. Dacht dat ik volgens mij bij een tv-interview, volgens mij RTL inderdaad, zag je met een Rolex. Nee, ik heb van mijn oh. wifi gewoon toen wij, oh. toen wij nog eens keer waren, heb ik gewoon van haar een horloge gekregen van 350 euro. En die lijkt op een Rolex. Oh zie je dit? is niet is een Rolex. En, oh, die, en die draag ik gewoon af en toe, omdat ik vind het een heel mooi horloge. Ja. Maar ja, dat, die is 350 euro. Dus ja. ga, ga me niet uh, proberen te testen nee. voor die <laughs> komt echt van de Koukem. Nee, dat vind ik origineel ook van jou. Ja, je bent een van de weinigen die geen uh, watches draagt. Nee man. Nee, je stopt in een huis ik dat is dat is dat is uh, zo gaan mijn kinderen hun kleinkinderen straks gewoon uh, naar school ja mooi man busy keep up the good work en ja, thanks for gaan op real talk is je boy. Van al niet weet het zelf, maar dat is real talk met uh, Busy er is ook een deel 1. Die kan je ook gewoon checken. Die ga ik hieronder ook nog linken. Mocht je deel 1 willen zien. Heeft het over zijn tatoeages. Over zijn plek aan zijn muur, hoe die begonnen is. Dus die kan je ook checken. Maar dit was deel 2 van Busy. De new and Improved Busy. Check sowieso ze nu aan voor Juno. Ga het supporten. Die man is lekker bezig. En als je comments hebt, comment. Als je iets negatiefs te zeggen hebt, ga je toch zeggen. Doe het. Houd het gewoon positief. It's all about the good vibes, want met goede energie... Als je, als je het met, het met de, alle echt hele creatieve haatcomments... die worden dan gereplied met zo'n hulplijn waar ze hulp <laughs> kunnen zoeken. We need help, this is Nando Leaks. Like, subscribe, support the movement. Keep en, it, en, it keep uh, it banging. En het e-mailadres van Shiva. Ja, e-mailadres van Shiva. Allemaal e-mailadressen. Daar gaat allemaal spam naartoe. Nando Leaks, man. It's busy in the building. Keep it up, keep it banging.